pandje al volledig klaar. Ik heb hem afgewerkt met twee relief stokjes voor, twee relief stokjes achter, door het hele patroon heen. En je begint met een half stokje en je eindigt met een half stokje. Ik ben hier al aan het einde. Ik heb in totaal 20 van die overslagen gemaakt en ik ben geëindigd met de stokjes. Dus 20 keer een overslag gemaakt. Dat is een mooie lengte. Als jij hem langer wilt hebben, kan zeker. Ik hou hem op deze maat. We gaan starten. In de eerste steek, ik heb al één keer losse gemaakt. In de eerste steek maak je een half stokje. Dus in de eerste en de laatste steek een half stokje. Alles wat er tussenin is, maak je relief stokjes. De volgende steek, hier. Draad om de naald. Gaan we een relief stokje voorhaken. Je gaat van voor naar achter, van achter terug naar voren. Om het halve stokje heen van de vorige toer. Draad om de naald en achterlangs doortrekken. En dan maak je in feite een stokje. Hier. En in de volgende steek hetzelfde. Dus van achter naar voren, achter het halve stokje langs, draad om de naald en ophalen. Draad om de naald, door 2, draad om de naald, door 2. De volgende twee worden relief stokjes achter. Hier hebben we het volgende stokje. Dan ga je van achter naar voren, om het stokje heen, terug naar achter. Dan pak je de draad om de naald, haal je hem door, naar achteren toe. Draad om de naald, door 2, draad om de naald, door 2. Dat doe je nogmaals, dus van achter naar voren, om het halve stokje heen, terug naar achter. Dan pak je draad op, dan haal je door, naar achter door. Draad om de naald, door 2, draad om de naald, door 2. Nou, dit ga je dus herhalen. Dus nu weer 2 relief stokjes voor. Hier is nummer 2. En dan weer 2 relief stokjes achter. Ik heb mijn ene laatste relief stokje voor hier. En een half stokje in de laatste steek. Nou, op de eerste toer een ribbel klaar. Ik haak nu dus 1 losse en dan keer ik het werk om. En dan start ik met eerst weer een half stokje in de eerste steek. En nu ga ik de steken nemen zoals ze zijn. Ik heb hier 2 relief stokjes achter, wel eens een relief stokje voor in de voorgaande toer. Dan haak ik dus een relief stokje achterin. En dat doe ik in de tweede ook. De volgende twee steken die ik tegenkom liggen naar voren. Dus dat zijn relief stokjes voor geworden. Dat waren relief stokjes achter in de voorgaande toer. Nou, ik heb dus de twee delen af. Wat ik nu ga doen, is ik ga nu van hieruit de twee schouderstukken aan elkaar maken. En hier een schouderstuk aan elkaar maken. Ik heb dus eerst een schoudernaadje gedaan. En het herhaal je ook aan de andere zijde. Dit stuk. Nou begin je hier. En dan ga je naar het puntje toe. Daarna gaan we de zijkant in elkaar maken. En starten met de mouwen. En dan gaan we de mouwen haken. Zijkanten. Hier aan de zijkant komen al 7 toeren halve stokjes aan. Aan beide kanten heb ik het al gedaan van het ene pand en het andere pand heb ik al 1 kant gedaan. Dan gaan we samen de andere kant doen. Dus 4 keer hetzelfde. En dan ga ik je meerdere manieren laten zien hoe je de mouwen kan maken. Ik heb gekozen voor 1 kabel. Met deze kleur is het een mooi rustig mouwtje geworden. Wel een wijde mouw. Als jij meerdere kabels wil hebben, laat ik je ook zien hoe je dat moet doen. Ik ga in ieder geval eerst starten met de rand maken en dan laat ik je korte versie zien hoe de mouwen te maken. Ik heb deze losgemaakt. Ik laat jullie zien hoe je direct aan het vest, aan de trui, de kabels kunnen haken. Goed, we gaan starten met de rand. De basisrand maken van een halve stokje aan de zijkant. Dit is de bovenkant die bij de schouders komt. We gaan hier in de hoek aanhechten. En we gaan elke toer 1 half stokje maken. Als je nou niet zeker bent van waar moet ik het maken, trek hem iets uit. Dan zie je allemaal gaatjes, lijntjes tevoorschijn komen. Precies in die lijntjes zit je op 1 toer. Dus elk lijntje die je tegenkomt is 1 toer. Zo kan je eigenlijk zien waar je moet zijn. Kijk, zo kan ik het beter laten zien.
Zit hier een toer, daar, daar, daar. Nou, precies op die plekken maak je een half stokje. Je gaat eerst aanhechten in de buitenste hoek. Dus daar waar de kabel is geëindigd. Je neemt het werk aan de goede kant. Aan die kant ga je starten met de eerste rij stokjes. Zelfde haaknaaldmaat als je gedaan hebt met de rest van de trui. Maak je eerst één vaste om vast te zetten. En in diezelfde ruimte daar maak je het eerste halve stokje. Bij de reststokjes voor achter is het wat moeilijker te zien. Je weet zelf hoeveel toeren je gehaakt hebt, dus zoveel stokjes ga je maken. Plus eentje op de rand. Nou, ik vind hier een mooi plekje en dan maak ik daar eentje. Dat is gewoon even goed kijken waar zie je een mooi gaatje. Let wel op dat je precies onder twee draden doorgaat en niet onder één draad. Want dat geeft net wat meer sterkte aan de naad straks. Dus nummer 2, hier plaats ik nummer 3. Ik kan hem in het gat steken, dat doe ik niet. Ik doe echt onder de twee lussen door. Daardoor krijg je ook geen gapende gaten in je trui straks. Dus nummer 3. Hier zie ik een mooie, is nummer 4. Plus die 1 op de hoek is nummer 5. Dan zal je straks zien dat het werk hier rondom iets gaat krimpen. Een klein beetje, maar als je uiteindelijk het werk wat aantrekt, zul je zien dat alle steken zich op zijn plek gaan zetten en je een mooi strakke rand hebt. We gaan nu de schoudernaden dichtmaken en we gaan bepalen hoe ver we moeten sluiten om de off-shoulder te creëren. Hoe weet je zeker dat de off-shoulder goed voor jou is en niet volledig van je schouders afvalt? Daar is een heel simpel trucje voor. Je begint met meten hier bovenop de schouder, het uiterste punt. Je kan een centimeter naar binnen gaan. En dan ga je van uiterste schouderpunt over de borst heen tot halverwege de zij of tot waar je hem wilt laten lopen. Dus meestal halverwege de bovenarm. Deze afstand ga je rondom terug naar de schouder. Dat is de lengte, dus de breedte van jouw off-shoulder. Nou, dat deel je door 2. En dat is de breedte wat je moet openhouden voor de schoudernaad, voor de hals doorheen te steken. Dus je hoofd doorheen te halen. Dus de afstand van het uiterste punt schouder een centimeter naar binnen. Over de borst heen tot halverwege de arm, bovenarm, rondom de rug, terug naar de bovenkant van de schouderkop. Dat is de afstand die je moet hebben. En dan weet je precies tot waar jij de schouder moet dichtmaken. Dus je neemt je centimeter, dan meet je het op. En dan gaan we de bovenkanten aan elkaar maken. Goed, ik heb hier de twee panden. Hier is het ruggedeelte. Ik kijk dus tegen de achterkant van de trui aan. Hier is mijn kabel. En hier is mijn voorpand. Ik heb gemeten, ik ga tot en met de tweede ribbel die ik hier heb en tot en met de tweede ribbel die ik daar heb dichtmaken. Dus dit stukje ga ik sluiten. Dan vallen deze punten precies op mijn schouders. De breedte van de armsgaten bepalen is iets anders dan een trui die aan is. Dus nou sluitend is. Dit is een oversized trui, dus de rand die je hier hebt gemaakt met 7 stokjes, de laatste door ze halverwege je bovenarm komen. Dus van daaraf gemeten ga je je mouw aanzetten. Ik heb hier al voor gekozen om eentje al voor uit te haken. Die heb ik vanaf de rand, heb ik dus eerst stokken opgezet en dan ben ik met halve stokjes het patroon gaan haken. Tot hier en daarna gaan verder gaan meerdere, maar dan ben ik halverwege al gaan doen. Dus net voor de elleboog ben ik al gestart met meerdere. Om de 4 toeren. Dus eigenlijk de toer dat ik de verspringing heb in de kabel, heb ik direct bij de aanzet in de oksel al een meerdering gemaakt. Met 2 stokjes, 2 halve stokjes in de eerste en in de laatste steek 2 halve stokjes in het begin. Dat is aan deze kant, precies waar die naad loopt, die eigenlijk bijna niet meer zichtbaar is. Daar ben ik al begonnen met meerdere. De laatste paar toeren na, daar heb ik om de toer nog een meerdering gedaan. Ik ben uitgekomen op 56 halve stokjes. Dus ik ga hier, vanuit hier tot daar, gedeelte 2 ook die 56 halve stokjes markeren. Dat zijn 28 per kant. Dus ik ga 28 steken vanaf de naad, terugtellen naar onder, plaats daar een marker en van het terugpand plaats ik een marker. En dan ga ik al hakend de trui met de mouwen samen bevestigen. Ik ga je dat eerst laten zien en daarna ga ik je laten zien hoe je mouwen kan aanzetten vanuit de trui en dan werken richting de pols en hoe je vanaf de pols richting de
trui haakt. Dus op deze manier zoals ik je nu laat zien. Je gaat nu eerst starten aan een voorkant van de trui, onderaan. Dan begin je gewoon met stokjes haken, zoals je al alle 7 toeren hebt gedaan. En je eindigt daar waar jij je marker hebt geplaatst. Daar waar je marker hebt geplaatst, dan gaan we starten met 2 delen aan elkaar haken. Dus je start onderaan, hier, met je halve stokjes haken. En dan gaan we hier de delen aan elkaar zetten. Ik ben aangekomen, de steek voor de 28 stokjes die ik vrij heb gelaten om de mouw aan vast te hechten. Je ziet dat ik hier de naad heb en hier de kabel. Die heb ik apart gehouden, dubbel gevouwen zo. Dus de kabel zit precies bij de schouder en de naad zit onderaan. Je gaat nu hier in de naad het eerste stokje, halve stokje samenhechten met het eerste stokje van de mouw. Dus je gaat starten eerst hier met een half stokje in de eerste van de 28 steken te maken. Eerste halve stokje. En dan zoek je de eerste steek op in je naad. Even kijken waar die zit. Daar, hier. Dan steek je in de eerste steekje haaknaald van buiten naar binnen door. Dan pak je de draad op, trek je hem aan en dan haal je de lus door. Dan ga je naar de volgende steek aan de body van de trui. Dan maak je weer een half stokje. Trek de lus iets op. Dan pak je de volgende steek hier. Steek je weer van buiten naar binnen door. Onder 2 lussen door. Draad op, lusje op de naald en doorhalen. Nou, zo ga je dus in totaal 28 keer aan de ene kant en dan ga je aan de achterkant door. Ben ik precies op de schoudernaad. En nu ga ik aan de andere kant door, dus aan de achterkant. Hier is die dichtgemaakt, aan deze kant hier. En dan ga ik hem aan deze kant vastmaken. Door tot hier en dan ga je de delen voor en achter aan elkaar vastmaken. Dus pak je gewoon de steek op door tot en onder en dan kun je de draad afhechten. Ik heb de mouw nu aangehecht, volledig. Je ziet dat hij hier mooi netjes meeloopt. Doordat ik hier in die laatste toeren van de mouw om de toer nog gemeerderd heb, loopt het mooi mee. Dat is de bedoeling. Dus als je straks op de andere manier het aanhecht, dus vanuit de body naar de mouw toe gaat haken, dan zul je dus om de toer een stokjes samen moeten gaan haken. Zelf een stokje samen haken. Laat je allemaal zien. Dus hier loopt die mooi rond mee. En dat is wat je wil hebben. Mooie brede mouw. En die loopt dan taps toe richting de rand onderaan. Ik heb de rand opgezet met een 4 mm haaknaald. En hier 5,5 mm. Je begint met stokjes opzetten in 5,5 mm en je maakt een patroon tot aan de body. En later zet je de ribbelpatroon 2 ribbelstokjes voor, eentje achterop met een maat 4 mm haaknaald. Dus ga je hier aanhechten en ga je die kant op haken. Ja, nu starten met de tweede kant vast te hechten. Doe je op dezelfde manier. Alleen nu ga je gewoon rond de rand doorhaken en ga je in het andere pand door. Dus maak je hem weer vast. Dus je start onderin, zoals we net gestart zijn hier. Ga je langs het ene pand, wel even je punten markeren waar jij de mouw wilt hebben. Door naar de schouder, los, terug aan het andere pand. En dan ga je vanaf dit punt tot en onderaan ga je hem vasthechten. Ik heb hier een snit ingemaakt van 15 centimeter ongeveer. Dat zijn 20 halve vaste. En daar heb ik een splitje in gemaakt. Die zit in de zijkant. Als jij hem helemaal gesloten wil hebben, haak je door tot aan het einde. Goed. Dan kun je zelf nog pas gaan starten aan de andere kant van de body. Rechte onderkant aan de goede kant van het werk. Begin je met aanhechten van halve stokjes. Markeer je breedte van je schouders. Van de mouw wat je wil hebben, van de bovenarm. Tot hier, andere kant terug en vanaf de stekenmarkers ga je ze samen haken, zoals ik je net heb laten zien. En dan kan je er inderdaad voor kiezen of jij de snit aan de zijkant wil hebben of niet. Ik ga hem erin zetten, 15 centimeter, voor mij zijn dat 20 halve stokjes. Aangezien ik de mouw al gehaakt heb, ga ik jullie gewoon gelijk laten zien hoe je de mouwen aanhecht en direct gaat starten met de mouwen. Ik heb hier de 28e steek voor- en achterpand allebei op mijn haaknaald. Pak een lusje en hecht deze aan.
een halve vaste. En in diezelfde twee maak je gelijk een half stokje. Dat is de eerste. En dan ga je door aan het ene pandje alleen en haak je rond met je halve stokjes. Ik ben nu weer begin aangekomen en dan ga ik je laten zien hoe te sluiten en te keren. Hier is die eerste losse die je opgehaakt hebt. En onder die losse door, dus onder die twee lussen, steek je haaknaald. Dan pak je draad en die haal je door en door. Eén los en nu gaan we het werk draaien. Dus dat wil zeggen dat we aan de binnenkant van de mouw verder gaan haken. Alleen we gaan nou weer terug de andere kant op. Nu is de bedoeling dat als jij steken te veel hebt om steken samen te gaan haken in deze toer. Dus wat je doet is onder de eerste door ophalen en de tweede steek ophalen. Draad om de naald en doorhalen. En daarna ga je alle steken pakken die je hebt. Op de laatste twee na, daar haak je weer twee halve stokjes samen. De toer daarna haak je weer met gewone stokjes, halve stokjes en de toer erna. Dus altijd als je in de binnenkant van je werk bent aangekomen. Haak je twee stokjes samen. Ga je weer rond en je eindigt met twee halve stokjes samen. Ben je aangekomen in de oksel? Ik heb nog twee steken over. En die twee steken maak ik twee halve stokjes samen. Zo. En sluit ik de toer in de losse waarmee je begonnen bent. Doorhalen, doorhalen. Losse haken en werk draaien. Nu ga je aan de buitenkant haken. Nou, zo blijf je doorgaan tot het stekenaantal wat jij nodig hebt.